kijkt naar een nieuwe video. Zoals jullie misschien wel door hebben, heb ik geen make-up op. Ik ga jullie vandaag mijn school make-up routine laten zien. Ik moet nu eigenlijk wel al gaan beginnen, maar het komt goed. Ik begin altijd met een concealer en ik ga die op een paar plekken aanbrengen. Ik heb hier trouwens even een klein spiegeltje die ik gebruiken wil. Ik breng het zeg maar onder mijn ogen aan. En het kan zijn dat ik in deze video rare bekken ga trekken. Op mijn voorhoofd. Op mijn kin. Even kijken, ja, ik heb overal buisjes. Maar naast mijn neus. En een beetje hier. In dit cupido boogje, noem je dat. En ja, normaal zou ik ook nog in puistjes wat doen. Nou, op deze zou ik ook wel even wat doen. Maar zo. Dan heb ik hier een sponsje. En dan gebruik ik hem altijd zo. Dan doe ik hem zeg maar dubbel. En dan ga ik alles helemaal zo deppen. Oh, ik print bij mijn lippen, dat is zo irritant. Meestal heb ik altijd muziek aan, maar ik dacht, nou, hoef ik nou niet te doen. En dan pak ik altijd de grote ding en dan ga ik nog altijd zo doen. De grote kant van de spons. En ik dacht eerst, ik kan dit ding hier neerzetten, want kijk, dan zit hij in beeld, dus dat kon niet. Zo. En dan, kijk hoor, dan ga ik mijn, deze dingen, mijn wenkbrauwen doen. En hier ben ik nog een beetje, ja, wel best wel moeilijk in, maar ik teken ze altijd gewoon een beetje op mijn eigen gevoel bij. Het gaat gewoon puur omdat... Zeg maar, zometeen lijkt het. Ik kom er helemaal niet meer aan woorden. Zometeen lijkt het alsof ze echt super donker zijn. Maar als ik ze zo meteen heb uitgeblend door ze te borstelen, dan valt het allemaal mee. En mijn tante die begon gisteren van: ja, maak dan make-up video's. En zo, ik dacht bij mezelf van: dat is wel een leuk idee op zich. Dus vandaar. En ik moest dan even linkjes naar mijn tante sturen. Dus nou, deze make-up video is de eerste linkje dat ik naar mijn tante stuur. En dit is eigenlijk altijd wel wat ik naar school draag. Kijk, ik heb vandaag gym. Dus vandaar dat ik vandaag geen oogschaduw draag. Maar normaal draag ik dan wel iets van oogschaduw of zo. Maar ook niet altijd hoor. En dan ga ik het met een borsteltje. Deze borstel van de Hema. Dit is Eyebrow Brush 202. Meestal maak ik me binnen een kwartiertje op, maar ik probeer nou wat sneller te doen. Kijk, mijn wenkbrauwen zijn nooit helemaal gelijk. Zeg ik gelijk even heel eerlijk. Meestal, ze lijken nu al helemaal niet gelijk, maar ze zijn ook allemaal niet gelijk. Oh, gooi. Nou ja, eigenlijk als ik zo meteen helemaal klaar ben, dan zie je eigenlijk heel weinig ervan terug, dus dat scheelt wel. Want in mijn spiegel zijn ze nu wel gelijk, maar... Zijn ze nou gelijk of ligt het nou... Ik weet het ook niet hoor. Ja, ze zijn wel gelijk. Alleen doordat hier ander licht is als daar, lijkt het alsof ze ongelijk zijn. Ah. Want of het ligt aan mijn ogen dat ze toch ongelijk zijn, ik weet het niet. Maar het hoort niet uit, zit erop. Goed, dan eyeliner. En ik weet het, eyeliner doe je normaal hier, maar ik doe het onder mijn oog.
Het vind ik nu eng, want ik moet het nu met één hand doen. Dat doe ik nooit. Ik doe dat met twee handen. Ik kan dit ook niet met één hand. Wacht, ik ga het gewoon even in de camera doen. Kijk wel even in de spiegel. Auw, ik doe het onder op mijn waterlijn en een beetje boven. En ik ben op deze video ding terecht gekomen dankzij vriendinnen. Vriendinnen die zeiden van... ja, je moet eens een keer een school make-up dingetjes opnemen. Ik dacht eerst van, weet niet hoor. Maar ik dacht, nou, dat is eigenlijk ook wel leuk. Dus vandaar dat hij er nu is. Dan een beetje bronzer. Niet heel veel. En daarvoor gebruik ik mijn schuine kwast. En ik gebruik meestal de schuine kwast. Maar ik gebruik ook wel eens wat anders hoor. Nou ga ik een heel raar gezicht trekken, maar ja. En je ziet bij mij nooit zoveel, dat hoeft van mij ook niet. Helemaal in deze camera en zo valt het toch gelijk wat minder op. Maar zo was het iets te donker, denk ik. Dat was ook niet de bedoeling. Gooi. Als jullie nog ergens een aparte video van willen zien hoe ik het doe, bijvoorbeeld van bronzer of blush aanbrengen, moet je dat maar even in de reacties zetten. Zo. En dan hier op je kaak doe ik ook altijd nog wat. En ik neem altijd wel een beetje mijn nek mee. Want ik heb vaak nogal wel dat zeg maar dat het net niet goed is. Omdat ik weer iets vergeten ben of zo. En dan pak ik altijd even daglicht. Want ik heb hier niet zo goed licht hier zo. Dus vandaar. En blush. Ik gebruik daar gewoon mijn blushkwast voor. En ik gebruik deze blush. Dit is een roze blush. Lekker boeiend. Maar... hoe ga ik dit nou allemaal doen? Ik gebruik echt nooit een apart spiegeltje. En ik ga altijd lachen. Zo. Of ik doe zo. Of ik ga lachen. Dan wordt dit wat boller. En dan weet ik het ook precies waar ik het heen moet doen. Oh god. Zo. En in de loop van de dag gaat het toch allemaal wel weer een beetje op zijn eigen plekje zitten. Dus dat gebeurt sowieso wel. Oké, dan iets wat ik ook niet te vaak moet doen. Kijk, het is gewoon iets dat doe ik elke dag. Maar je moet het niet te vaak doen, want hiervan kunnen je wimpers afbreken. En heel veel vinden het ook eng, dus je hoeft het eigenlijk ook niet te doen. Maar ik ga even mijn wimpers krullen. En ik heb ook best wel vaak dat mijn, hoe heet dat, mijn ooglid ertussen komt. Ah, ertussen komt te zitten. Dan krul ik hem net even wat te ver naar achter. Zo. En eigenlijk verschilt mijn make-up routine voor school eigenlijk niet zo heel veel. Ja, alleen dan dat ik normaal ook mijn oogschaduw draag en zo. Maar verder eigenlijk helemaal niet echt heel veel. Maar goed. Dan mascara. Ik heb ook elke keer een andere mascara hoor. En ik krijg ook wel eens de vraag, draag je nepwimpers? Eerlijk, nee.
Oh god. Ik krijg altijd een stipje hier. Nee, ik draag echt geen nepwimpers. Kijk. Of altijd iets van, draag je iets van, weet dat? Wimper extensions? Nee, hè? Zijn gewoon mijn eigen wimpers. Ik zit nou altijd hier. Heel geconcentreerd mee bezig. Maar... Mijn oma die zat wel eens naar mij te kijken hoe ik mascara aanbracht. En ze zegt, waarom trek je zo'n raar gezicht? Ik zei, nou dat doe ik zodat het hier niet op komt. Maar ik heb van die wimpers, die vallen echt helemaal zo naar buiten, zeg maar. Deze onderste. En die zijn ook best wel lang. Dus daar komt dus altijd wel wat onder mijn ogen terecht. Dat vind ik wel heel irritant, maar het valt mee te leven. Dus dat scheelt. En dan doe ik altijd nog wat op mijn lippen. En ik ga vandaag voor deze. Van Essence, 53, All About Cupcake. Gewoon een zacht roze kleurtje. Zie je niet zo heel veel van, dus. Ja. Ik heb een beetje, ja... En mijn lippen lopen een beetje scheef of zo. Ik weet niet hoe ik het uitleg. Maar mijn onderlip staat meer deze kant op. En mijn bovenlip meer die kant op. Dus ja, verhouding klopt niet altijd. Maar vandaar lijkt het ook best wel vaak als ik wel een felrode kleur op heb. Of felroze kleur. Of in elk geval een fellere kleur als dit. Lijkt het best wel vaak zo dat jullie vallen. lijkt het best wel vaak zo alsof... alsof ik alles eromheen heb zitten. Maar dat is eigenlijk niet zo. Maar... Ik heb nou eenmaal onverschillige lippen. Maar goed, dat is dus mijn hele school make-up. Ik draag eigenlijk alleen maar blush, bronzer, lippenstift, mascara, eyeliner, concealer en wenkbrauwpotlood op mijn wenkbrauwen. En ik krijg ook altijd... Nou ja, goed. Weet je wat ik wou zeggen? Ik hoop dat jullie wat aan deze video hebben gehad. Ik hoop dat jullie er ook wat voor jezelf uit hebben gehaald. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Abonneer zeker op dit kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En laat in de comments achter wat jij als make-up product naar school draagt. Misschien draag je wel helemaal niks. En misschien wel. Laat het gewoon hieronder even achter. Vind ik altijd leuk om even van jullie te lezen. En dan hoop ik dat ik jullie snel weer zie bij de volgende video. Doei!